Ja, van Soapy naar stoere survivor kun je wel op het nodige commentaar rekenen. Natuurlijk, maar na 30 jaar op de set met je. Kom, hoe heet ze? Jette van der Meij. Jette van der Meij. Kan ik alles handelen? Goed, Jef. Barto. Oh, dit potje kan wel janken. Hé, hey, verrekken, een briefje. Och. Vogel, Jef. Je bent een kokosnoodheld, zegt Twitter. Ja, er kwam een blauw vogeltje aanvliegen met post. Ik dacht nog even dikker mee. Ik dacht dat we eindelijk verlost waren van de social media op dit eiland. Maar helaas, voor Bertie, het is geen Lesbos. Nou, je kan wel zien dat Bertie boerin is. Haar benen lijken net witte melkflessen. Nou, bedankt, Anja uit Horen. Nou, ik kan hier heel slecht tegen. Ik weet hier eerlijk gezegd geen eilandraad mee. Het zijn keiharde tweeten. Nou, ik heb al zoveel bagger over me heen gehad. En dan heb ik het niet alleen over de muziek van die ouwe. Ik ben blij dat ik op zo'n rustig eiland zit, joh. Eindelijk geen boulevard en shownieuws in mijn nek te hagen. Dave! Ja, ik kom eraan. 748, 761, 769, 770, 775, 773, Dave. 769, 770. Ik weet dat je van het andere kamp bent. Wil je mij toch een pleziertje doen? Ja, Marcel. Ik ben niet van de verkeerde kampen. Nee, dat gaat niet om. In kamp Noord is bij ons zit Bertie. En die zit er helemaal doorheen. Nou, mevrouwtje, dat is niet geacteerd. Dat is ook onmiddellijk herkend. Ik sta heel vaak met acteurs die wel of niet kunnen spelen. Zo. Maar goed, die blauwe vogeltjes die blijven maar negatieve briefjes brengen. Kun je ons helpen? Heeft Bertie haar bikini uit 1984 meegenomen of zo? Nee, ik moet echt getroost worden. Waar is hij voor, Jasper? Ik heb een veel beter alternatief. Jeff vroeg of ik kon helpen. Als er problemen zijn, denken ze altijd aan die lapen van Roelvink. Maar ik ben beter in problemen veroorzaken dan ze op te lossen. Ik wil eigenlijk plaat, maar ja. Zo'n eiland is net als een te krappe jacuzzi. Je komt elkaar telkens weer tegen. Je moet toch gewoon schaten hebben? Of in jouw geval, mist. Ja maar dat vind ik heel moeilijk. Hè. Ik heb geen capsones. Ik ben gewoon heel nuchter. Ja, kom maar. In dat geval moet je gewoon een lekkere neut of twee nemen. Helpt mij ook altijd. Dikke maar jongens, die briefjes die blijven maar komen. Kijk, hè? En die volgende keer. Ah ja, het zijn de blauwe vinkies. Het is familie van de Roelvinkies. We hebben veel overeenkomsten. Iedereen doet net of ze niet naar ons kijken, maar aan de blauwe vinkies zien we toch dat ze stiekem hebben gekeken. Hé mensen?